Graaf een graf door Medina, breek de muur af van Jericho. Eerst geloven, dan zien we. Maar wat als het weer niet loopt? Want ik probeer en ik doe wel, maar ik ben moe van de strijden. Zou ze graag in mezelf zijn, maar ik voel dat ze kijken. Zet mijn hef voor nog wat luider. Ik ga naar binnen, wil naar buiten. Capuchon op, ik voel me veilig. Ik wil blijven en verdwijnen tegelijkertijd. Ik draag de wereld op mijn schouders. Maar zit iemand mij onthouden? Dan maar in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. In mijn eigen wereld. Want daarbuiten lijkt het sterk. Maar mijn deur staat open. Het is een tijd lang niet gelukt. Sta alleen in de pauze. Misschien lang je morgen terug. Dat ik niet meer wilde leven, maar zie, ik wil leven, maar niet meer zo leven. Zie me dan, wil van een 3 naar een 9. Soms een 10, soms een visje, soms een 4, soms de leegte. Het regent harder dan ik hebben kan. Laat me eens mezelf zijn zonder backupplan. Ik kan goed alleen zijn, maar dit duurt te lang. En is pauze, ik zie jou, jij ziet mij. Niet meer bang, wat onwennig, misschien morgen dichterbij. Dan maar in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. In mijn eigen wereld. Want naar buiten lijkt het stil, maar mijn deur staat open. Het is een tijd lang niet gelukt, sta alleen in de pauze. Misschien lach je morgen terug. Dan maar in mijn eigen wereld, dan maar vrij zijn zonder druk, sta alleen in de pauze. Het is ontzettend aangrijpend, de inhoud. Waarom wil je dit nummer schrijven? Ja, enerzijds als ambassadeur voor Joiners, omdat er meer dan 200.000 jongeren, en de cijfer gaat alleen maar omhoog, die gewoon zo eenzaam zijn dat ze niet meer uit hun isolement kunnen komen. En tegelijkertijd, omdat ik het zelf herken, ik was een eenzame jongere, ik had altijd mensen om me heen. Maar ja, ik voelde die eenzaamheid eigenlijk ook. En er was geen plek zoals Joiners nu waar ik naartoe kon. Dus voor mij was het een steuntje in de rug voor al die verschillende jongeren. Ik heb ze gesproken en hun verhalen die grijpen me zo aan. En tegelijkertijd is het een awareness song. Zodat opvoeders, ouders, instanties, politiek ook gewoon. Ja, hou het in de gaten gewoon. En er zijn plekken waar je naartoe kan. Er is hulp. Ja, want jullie hebben namelijk onlangs in koffietijd een check gekregen. Ja hoor, van 500.000 euro. Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja, dat is zo heerlijk. Ik sta altijd bovenop. Jullie gaan altijd allemaal zo glunderen als het gaat over het bedrag. Ja. Omdat jij weet wat er allemaal mee kan gebeuren. Wat gaan jullie hiermee doen? Ja, het is precies dat. Gewoon, ik denk, er zijn nu 60 gemeentes waar Joiners in zit. En daarmee hebben we met programma's op locatie. Het programma heet Op Locatie, waar begeleidende hulp wordt gegeven. Jongeren krijgen sociale vaardigheden. Er is echt een community sense. Dus we gaan allerlei activiteiten doen. Dat zijn 60 gemeenten, maar Nederland telt heel veel meer gemeentes. Dus we hebben nog spread the word. We hebben nog heel veel meer mensen nodig. Dus ook mensen, instanties die in de zaal zitten. Als dit aanspreekt, er is een missie. Laten we deze jongeren helpen. Ja, zo dat ik niet.